Wie zoekt naar vrouwen in de top 2000 moet even scrollen. Pas op nummer 14 staat de eerste vrouwelijke artiest, Claudia de Breij met het nummer Mag ik dan bij jou. Toch vindt Molendijk de kritiek op Radio 2 volkomen onterecht. Vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek, claimde de DJ, die ooit jurylid was bij het programma Idols. Daar kan Radio 2 niets aan doen. Er zijn ook minder vrouwen werkzaam in de muziekbranche. Dat is gewoon hoe het is, zei hij verder. Volgens Molendijk moet men een lange adem hebben om succesvol te zijn in de muziek. En dat heeft de gemiddelde vrouw niet, als we hem moeten geloven. Vrouwen zijn minder senang in de studio. Op Twitter leiden zijn uitspraken tot onthutste reacties. Ronald Molendijk is al jarenlang de verpersoonlijking van alles wat rot en bedorven is in de muziekindustrie, twitterde Nico Dijkshoorn. Ook Saskia Noord was verbaasd, ik ben echt in shock. Ronald Molendijk die niet weet dat we in 2018 leven. Wordt FF wakker rapenstaart Turtle Boulevard, reageerde ze. Vervelend mannetje. Zangeres Lakshmi is zo boos dat ze een brief op poten schreef. Ik weet dat je als vrouw in de muziekindustrie harder moet werken om dezelfde plek te krijgen als een mannelijke artiest. Ik dacht dat het kwam door ongelijke kansen, vooroordelen, maatschappelijke verwachtingen. Maar gisteren heb je dat allemaal van de baan geveegd en was je conclusie. Vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek, zijn niet zo catchy in de studioruimten en hebben niet zo'n lange adem. Aha. Dus dat is de oorzaak, brieste de zangeres. Als de meneer die wordt ingehuurd door RTL als muziekdeskundige en voormalig jurylid van Idols dat zegt, dan zal dat wel kloppen, zullen veel mensen denken. Volgens de Haarlemse is het zeer kwalijk dat Molendijk zich als een gatekeeper van de muziekindustrie profileert. De zangeres zegt dat ze keihard werkt om zich te ontwikkelen als artiest. Ik zit in een tour van 77 shows en werk 18 uur per dag. Als iemand met een piemel zegt dat iemand zonder piemel minderwaardig is. Niet kan doen wat hij in potentie wel kan, niet de aanleg heeft om een succesvolle muzikant te zijn, dan zegt dat vervelende mannetje in mijn hoofd. Zie je wel, je zal nooit goed genoeg zijn. Dat vervelende mannetje is niet ontstaan door mijn gedachten, maar door mannen zoals jij.